Martinus 539 is in 2020 bij de familie Notenboom-Scholten in Vegelingsoord geboren met de naam Melle van der Brink. Hij is een zoon van Tiede 501 uit de stermerrie van Sipke 450. Martinus 539 heeft een verwantschap van 17,8%, hij komt uit stam 138 en heeft een stokmaat van 1,66 meter. Hij is afkomstig uit de eerste lichting nakomelingen van Tiede 501. Martinus 539 is een voldoende rastypische hengst met een voldoende edel hoofd. Zijn hoofd-halsverbinding is wat zwaar en zijn hals komt wat diep uit de borst. Het is een hengst met een sterke bovenlijn waarbij zijn lendenen iets beter zouden mogen aansluiten. Zijn kruis is voldoende van lengte en iets hellend. Zijn romprichting is iets neerwaarts en hij had wat langgelijnder mogen zijn. De hengst heeft een voldoende lang voorbeen en heeft correct gesteld en hard en droog beenwerk met royale hoeven. Martinus 539 heeft als driejarige het centraal onderzoek doorlopen. Op stal is hij wat gereserveerd in zijn gedrag. Onder het zadel beschikt hij over veel natuurlijke balans en een fijn lichaamsgebruik. Hij kan goed schakelen met een actief achterbeengebruik. De hengst is een allround gebruikspaard met veel go en inzet en is fijn bewerkbaar. Martinus 539 heeft ruim voldoende aanleg als menpaard met voldoende talent als tuigpaard. Als menpaard loopt hij met voldoende front, gebruikt hij zijn lichaam makkelijk en heeft hij een goede buiging in het achterbeen. Daarbij toont hij een goed zweefmoment, maar zou hij zijn voorbeen nog iets ruimer mogen wegzetten. Als tuigpaard zou hij meer front en houding mogen tonen. Martinus 539 kan ingezet worden op royale, langgelijnde merries met een niet te hellende kruisligging. De hengst kan een goed achterbeengebruik toevoegen en een bijdrage leveren aan inzet en bewerkbaarheid. De bloedvoering in de moederlijn maakt de hengst extra interessant.